Interferentie. Bekend begrip, hoop ik. Ja, interferentie, dat is dat twee golven elkaar precies interfereren, ja, oftewel beïnvloeden. En bij interferentie heb je altijd gebieden waar de twee golven elkaar versterken, dus dat is hier, en gebieden waar twee golven elkaar juist uitdoven. En dat is daar bijvoorbeeld. Nou, dat is dus wel het probleem. Dat is dus hier niet het probleem. Ja, daar heb je geen actie voor nodig. Dat weet je. Maar deze video gaat over diffractie en interferentie. Diffractie zul je denken. Nog nooit van gehoord. Klopt hoor. Maar het valt ook best wel mee. We gaan verstart. En we gaan verstart. Kijk hier. Met een trilling. Ja, een steen in het water gegooid en dan krijg je dus een golfpatroon van een puntbron. Ja, alle golven komen uit één punt. Ja, kijk daar, nog eentje. Hè? Twee stenen in het water gegooid. Maar ja, als je twee stenen in het water gooit, dan krijg je dus een golfpatroon van twee puntbronnen. Nou, en die twee puntbronnen in hetzelfde water, ja, die zullen dus een golfpatroon doen die elkaar interfereren. Want ja, die twee, die zullen, ja, overlappen. En je ziet wat er dan gebeurt. Als het overlapt, dan krijg je, precies, interferentie. Betekent dus dat je twee puntbronnen hebt en je ziet in het midden daar, dat daar versterking optreedt. He, duidelijke lijnen. En links en rechts zie je ook weer twee lijnen waar ook versterking optreedt. En daar links en rechts ook weer, en daar links en rechts weer, etcetera, etcetera, totdat je inderdaad dus buiten het gebied komt. Die rode lijnen, dat wordt buiklijnen genoemd. Op een buiklijn krijg je dus dat die beide golven, beide puntbronnen, elkaar versterken. En hoe komt het nou? Nou, kijk, hè, je hebt dus twee golven, en die golven, die zullen elkaar versterken, dat komt omdat ze precies op elkaar liggen. Kijk hier, één dal ligt precies boven het andere dal. En berg ligt precies boven een ander berg. En ze passen precies op elkaar. En betekent dus dat als je die twee bij elkaar optelt, ja, dan krijg je dus een golf met een dubbel zo grote amplitude uitwijking. En waarom is het nou precies op die specifieke buiklijnen? Nou, kijken we even naar het weglengteverschil tussen de twee puntbronnen. Als je nou precies in het midden bekijkt, ja, dan is het weglengteverschil daar 0. Ja. Weglengteverschil is 0, ja, lambda. Lambda trouwens, golflengte. Hè. Golflengte is de afstand tussen twee bergen. Ja, hier zie je het. De afstand tussen twee bergen, dat noemen we golflengte. Ja, tussen twee bergen, maar natuurlijk ook best tussen twee dalen wezen. Dat maakt niks uit. Hè. Dus, maar we gaan het over het weglengteverschil. En als je dus dan niet in het midden zit, maar je gaat iets naar rechts, ja, dan krijg je natuurlijk dat dat punt, ja, dichter bij de ene puntbron ligt dan de ander. Maar op een buiklijn is het weglengteverschil precies gelijk aan één golflengte. Ja, als het weglengteverschil één golflengte is, dan maakt het voor het plaatje niks uit. Want ja, verschuif deze groene golf maar eens één golflengte naar links of naar rechts, ja, dan zie je hier geen verschil, want dan past het weer precies op elkaar. Oftewel, er is weer versterking. En dan krijg je dus ook bij die andere buiklijn van 2 lambda. En die andere is natuurlijk een weglengteverschil van 3 en 4 lambda. Nou, dat is de versterking. Maar je hebt daartussen ook wat vagere lijnen. Ja? En op die vagere lijn, ja, daar heb je dus een uitdoving. Ja, het wordt niet helemaal nul, maar daar zullen ze elkaar dus tegenwerken. En deze lijnen, dat worden de knooplijnen genoemd. Oftewel, op een knooplijn, ja, zullen beide golven elkaar verzwakken. En wat gebeurt er dan? Nou, kijk even naar die twee golven daarnaast. Ja, je hebt dan dat daar één van de twee golven, ja, die verschuift een beetje naar links. En dan krijg je dus, als je dus een halve golflengte naar links verschuift, dan zie je dus wat er gebeurt. Je krijgt dus dat hier, ja, op deze plek, krijg je dus, ja, dat er precies een dal en een berg tegenover elkaar liggen. Ja, en hier krijg je dus dat twee bergen
sorry, dat een berg en dal ook weer tegenover elkaar liggen. En dat betekent dus dat je daar inderdaad elkaar verzwakt. Ja, nu is het wel zo, hè, dan zie je ook van, nee, uiteindelijk hier krijg je dus nog wel een beetje een golf. Ja, maar dat komt dus omdat de ene golf, ja, deze groene, die ligt iets dichter nog bij dan die rode. Ja, dus ze verzwakken elkaar wel, maar ze heffen elkaar niet precies op. Nou, eventjes weer naar het weglengteverschil. Ja, wat gebeurt er op zo'n knooplijn? Op zo'n knooplijn, ja, is weglengteverschil dus precies een halve golflengte. Ja, dus hier, ja, weglengteverschil is een halve golflengte. Ja, er is een verzwakking. Ja, ze doven elkaar niet precies uit. Waarom? Omdat je dus als je hier bent, ja, zal je dichter bij deze puntbron liggen dan bij deze puntbron. Dus deze puntbron, ja, die zal het nog wel een beetje winnen. Vandaar dus dat het uiteindelijke resultaat niet nul is, hè, maar een klein beetje hoger, maar wel een duidelijk minder dan die versterking. Nou, en met weglengteverschil natuurlijk een halve golflengte, en links en rechts daarvan is het een anderhalve golflengte, et cetera, et cetera. Iets wat nog wel even moet worden gedaan. We hebben het hier over golven, we hebben het hier over golflengte, en dan krijg je natuurlijk weer te maken met de meest belangrijke formule met golven en trillingen, en dat is, je weet het vast nog wel, maar voor zekerheid komt hij hier weer, V is lambda keer F. Goed, we gaan eventjes nu hebben over een ander type golf, dat is deze golf. Ja? Je ziet, dit is niet een puntbron, nee, dit is een vlakke golf. Ja, vlakke golf, nou, je ziet al waar de vlakke golf is, hè? Er zit geen kromming of wat dan ook in. En we gaan nu een vlakke golf, ja, eens laten vallen op een barrière. En je ziet in die barrière zit een redelijk brede opening. Ja. Nou, wat gebeurt er nou als er van boven een vlakke golf aankomt? Kijk, daar komt hij en bats, hij gaat natuurlijk door die opening heen. Ja. En je ziet dus dat in het midden daarvan, ja, daar gaat de golf redelijk recht door. Ja, ongestoord. Ja, daar is hij gewoon weer vlak. Op de zijkanten, ja, daar treedt buiging op. Ja, je ziet, hij gaat naar links en naar rechts. Je ziet zelfs ook nog een beetje interferentie al in. Nou, dat is buiging. En buiging aan linker en rechterkant, dat wordt ook wel genoemd, en daar hebben we hem, precies, diffractie. Ja, belangrijk hierbij is die brede opening, ja, wat is breed en wat is smal, dat is natuurlijk relatief. Ja? En een brede opening, daar bedoelen we mee een opening die groter is dan de golflengte van de vlakke golf in dit geval. Nou, we gaan eventjes verder. We pakken nu niet een opening met een brede, barrière met een brede opening, maar nu doen we een opening ongeveer de grootte van één golflengte. Dus niet een brede opening. En we laten er weer een vlakke golf op vallen. En daar komt hij. Ja, en wat gebeurt er nou? Mooi, hè? Ja, je ziet dat hij meteen in het midden, ja, gaat buigen. Ja, je hebt meteen hier buiging, diffractie. Oftewel, dat openingetje van één golflengte, dat is in feite gewoon een puntbron geworden. Ja, dus je had een vlakke golf en door een smalle opening verandert het in een puntgolf. Nou, we kunnen het ook doen met twee smalle openingen. Nou, dan gaan we weer een golf op loslaten. En ja, dan krijg je dus twee puntbronnen. En ja, twee puntbronnen die elkaar beïnvloeden, dan weten we, hè, dan krijg je precies interferentie. Nou, en dit wat je nu ziet, ja, dat wordt ook wel eens genoemd het tweespleten experiment. Ja, dus als je ooit eens een keer de term hoort tweespleten experiment, dan zie je dus dat dit het is. En het is nu met water, maar het zou ook best kunnen dat het met licht is. En later zullen we het zelfs ook met elektronen bekijken, maar dan zijn we alweer een paar paragrafen verder. Dus
Oké, we pakken een volgende barrière. Je ziet hier een barrière met allemaal kleine gaatjes erin. Ja, en die gaatjes, die openingen, zijn allemaal ongeveer ter orde van 1 golflengte. Als ik nu precies in het midden ga zitten, dan heb ik natuurlijk dat er iedere keer 2 spreten, links en rechts, ja, die komen daar precies op hetzelfde tijdspel. Oftewel, ik heb daar een punt waarbij het weglengteverschil precies 0 is. Ja, delta x is 0 en dan weet je dus al van, goh, delta x is 0. Dus daar is versterking. Maar als ik nou 2 spleten wat aan de rechterkant doe, dan heb ik natuurlijk ook dat daar 2 spleten zijn en die zullen daar precies een weglengteverschil hebben van, je ziet, hè, er is wel een weglengteverschil, maar daar krijg je dan dat weglengteverschil precies 1 golflengte is. Maar het mooie is, ik pak nu 2 spleten, 1 plekje naar links. Ja, dan zullen nog steeds de weglengteverschillen gelijk zijn. Ja, dus nog steeds 1 golflengte. En zo kan ik dus weer 1 golflengte naar links, etcetera, etcetera. Dus ik krijg dus op die plek dat alle spleten elkaar daar precies een golflengteverschil, een weglengteverschil hebben van 1 golflengte. Dus ook daar krijg ik versterking. En natuurlijk heb ik aan de andere kant ook weer versterking. En op die manier kan ik ook plekken bekijken waar het weglengteverschil precies 2 lambda is. En het mooie bij zo'n opening met heel veel, met zo'n barrière met heel veel openingen is dat daartussenin, ja, heb je altijd wel spleten die elkaar precies opheffen. En dan krijg je dus een interferentiepatroon met hele strakke maxima en daartussen is het praktisch donker. Nou, zo'n barrière met heel veel openingen, dat noemen we een tralie. Ja, en hier heb je een aantal voorbeelden van tralies. En je ziet, dit werkt trouwens met licht, oftewel die openingen. Hier heb je dus 100 openingen op 1 millimeter. Ik denk dat dat redelijk goed is, maar hier 600 openingen op 1 millimeter. Oftewel, die openingen liggen ontzettend dicht bij elkaar. Maar ja, moet natuurlijk ook wel, want licht heeft ook een ontzettend kleine golflengte. We gaan eventjes kijken naar zo'n tralie. Ja, hier is een tralie. Het lijkt maar 1 spleet, maar er zijn heel veel spleten op. Dat zie je hier. Op een onderlinge afstand van 1430 nanometer. En die afstand die kan ik hier veranderen. Ik kan het wat groter maken of wat kleiner maken. Nou, we pakken een rood licht. Dat valt op het tralie. En dan zie je dus inderdaad dat er een interferentiepatroon ontstaat. Ja, in het midden een weglengte van 0 golflengtes, 1 golflengte en dat is nog 2 golflengtes. Vraag is nu, wat gebeurt er als ik de spleten verder uit elkaar heb? Bedenk het eventjes, even op pauze drukken, zelf even nadenken. Ja, nou, let op, een grotere golflengte, een grotere afstand, zie je dus dat de maxima dichter bij elkaar komt te staan. Psychologisch, want als de spleten verder uit elkaar staan, heb je al automatisch een grotere weglengteverschil. Dus het weglengteverschil zal sneller op 1 golflengte komen. Nou, we doen de spleten weer wat dichter bij elkaar. En wat er nu gebeurt is, wat gebeurt er als de golflengte kleiner wordt? Ja, bijvoorbeeld blauw licht. Blauw licht heeft een kleinere golflengte dan rood. Wat gebeurt er? Nou, let op, hier komt het, ja, blauw licht. En je ziet dus dat maxima weer dichter bij elkaar komt te staan. Klopt, want een kleinere golflengte betekent dus dat die afstand, ja, eerder 1 golflengte wordt. Ja, want het hoeft maar een kleiner stukje te wezen. Nou, je pakt ook bijvoorbeeld groen licht. Groen licht heeft een kleinere golflengte dan rood, maar groter dan blauw. En je ziet dus inderdaad dat groen keurig tussen rood en blauw in komt te staan. Nou, eventjes rood en groen weg. En ik hou alleen even blauw over. En ga nu kijken. Naar de afstand van een maximum ten opzichte van het centrale maximum. Dus waar hangt die plaats x, die afstand x vanaf? Nou, ziet er boven al 2 dingen staan die we zo net ook bekeken hebben. Het hangt in ieder geval af van de afstand tussen de spleten d. Ja, als die afstand groter wordt
dan wordt x juist kleiner. En het hangt af van de golflengte van het gebruikte licht. Ja, als de golflengte kleiner wordt, wordt x ook kleiner. Maar die afstand hangt natuurlijk ook af van de afstand tot aan de tralie. Als je dichter bij de tralie komt te staan, wordt die afstand automatisch ook kleiner. Ja? En dat is de afstand van de tralie tot aan het scherm. Want ja, om een maxima te kunnen zien, heb je natuurlijk wel een scherm nodig waar je het op kunt projecteren. En die afstand noemen we eventjes L. Nou, behalve deze drie hangt de afstand x ook af van ja, welk maxima neem je. Ja? Je hebt namelijk in het midden een maximum en daarboven al verschillende maxima. En hoe verder je omhoog komt bij de maxima, ja, hoe groot die afstand is. Nou, het hangt af, noemen we dan, van de orde van het maximum. Ja, en in het midden hebben we een orde van n is 0. Het eerste maximum, die noemen we n is 1, natuurlijk wel boven en onder aanwezig. Dan heb je nog n is 2, n is 3 en je ziet er trouwens ook nog een n is 4, maar dat is een beetje te ver weg. Nou, het hangt dus af van de orde n. En we kijken eventjes dan naar bijvoorbeeld x2. x2 is dus de plek van waar het maximum is van orde 2. Ja, deze afstand. Nou, als je nou dit bekijkt, ja, kijk dus deze afstand, zo, die afstand, en deze afstand, ja, dus deze afstand en deze afstand, dan valt het hoop ik op dat je denkt van, hé, dat lijkt wel een, precies, driehoekje, joepie. Ja, een driehoekje, daar, en dan heb je ook meteen een mooie hoek. En die hoek, ja, dat heeft te maken met de afstand L en x2. Die twee kan combineren tot, wat is het, sinus, cosinus, tangens? Precies, de tangens, hè. Tangens is overstaand gedeeld door aanliggen, dus hier is het x gedeeld door L. Nou, eventjes op zo'n manier bekeken. Ik heb dus een lichtbron met een golflengte lambda. Nou, een straal, een tralie met afstand tussen twee spleten en die noem ik eventjes d. En de maxima, die maken dus een hoek met elkaar. Ja, maxima in het midden, n is 0. Nou, links en rechts, n is 1. Daarnaast, n is 2. En verder op, n is 3. Nou, en wat geldt nou voor deze zaken allemaal bij elkaar? Daar geldt dat d keer de sinus van die hoek alfa is gelijk aan n keer lambda. Nou, je kunt het ook afleiden, maar dat laat ik eventjes voor wat het is. We gaan eventjes hebben over een voorbeeld. Nou, lees eerst eventjes het hele voorbeeld door. Nou, en ga zelf ermee aan het werk. Hè. Dus druk op pauze, pak pen en papier en zet hem op. En dan gaan we nu naar het antwoord kijken, de uitwerking. En de uitwerking, dat begint natuurlijk altijd met het opschrijven van de gegevens. Ja, het eerste gegeven wat je tegenkomt is de afstand van de tralie naar de muur, oftewel L. L is hier 5,0 meter. Dan de afstand tussen twee lijnen. En die twee afstand is 1/600 millimeter. En dat kun je dus bekijken, want kijk hier op de tralie staat 600 lijnen per millimeter. Nou, als 600 lijnen per millimeter is, betekent dus dat 1 millimeter bevat 600 afstanden. Als er wel 1 afstand is, precies links en rechts deel door 600, is dus 1/600ste millimeter. En tenslotte, ja, gevraagd wordt, dus golflengte, betekent dus dat hier, ja, gegeven is dat de afstand van het midden naar het eerste maximum is 1,6 meter, maar dat kan ik aflezen uit de afbeelding. Ten slotte gevraagd wordt de golflengte lambda. Nou, met een tralie heb je in ieder geval nodig de uitdrukking natuurlijk d keer sinus alpha is n keer lambda. Nu is n gelijk aan 1. Ja?
Want gegeven is dat x1 is 1,6, dus daar hoort bij n is 1. Dat betekent dus dat die n in feite gewoon wegvalt. Hè? Daar kun je een 1 voor schrijven. Oftewel, om de golflengte te berekenen, is het voldoende om lambda is d keer sinus alpha. D is bekend, dus ik moet sinus alpha nog weten. Oftewel, ik moet alpha weten. Nou, alpha, nou, met de tangens kan ik die wel berekenen. X gedeeld L. Let op, X en L wel in dezelfde eenheden, maar dat is mooi, want ze staan hier beiden in meters. Dus invullen komt er 0,32 uit. En dan doe je eventjes de inverse tangens erbij. En dan zie je dus dat de hoek tussen het midden en eerste maxima is 17,7 graad. Dat invullen. En dan kom je dus 1/600ste keer sinus 17,7. En kom ik op 5,06 keer 10 tot de macht min 4. En let op, ik heb voor d millimeters ingevuld. Dus is het antwoord ook in millimeters. Juiste significantie? Nee, hè? Twee cijfers significant. Dus als ik dit eventjes anders opschrijf, hè, is het 5,1 keer 10 tot de macht 2 nanometer. Nanometer hoeft natuurlijk niet, mocht in millimeter blijven staan, maar ik doe in nanometer omdat in binas de golflengte van zichtbaar licht in nanometer wordt uitgedrukt. Dus dan kon je ook nog zien dat het inderdaad wel redelijk klopt, dat het een zichtbaar gebied is. Oké, tot zover het voorbeeld. We gaan weer eventjes naar een lamp en het tralie en het scherm. En stel je voor, die lamp, ja, die heeft niet een golflengte, nee, het is wit licht. Ja, wit tussen aanhalingstekens, maar wit licht betekent dus in feite gewoon alle kleuren samen. Nou, wit licht valt op het tralie en dat witte licht zal meteen, hop, rechtdoor gaan. En daar krijg je dus het centrale maximum, n is 0. Maar het eerste maximum, ja, die kant, dat is niet wit licht. Dat is afhankelijk van de kleur. Alle kleur zit in wit licht. En kijk, dit was de uitdrukking. Ja, d keer sinus alpha is n keer lab. Dat betekent dus dat die hoek hangt af van n. Nou, die is hier dus eventjes 1. Hangt af van d. Dat is een vast getal. Ja, maar het hangt ook af van de golflengte. Dat betekent dus dat als lambda groot is, bijvoorbeeld rood, ja, dan zal dus de golflengte ook groter worden. Ja, vandaar dus dat rood, ja, verder afkomt dan blauw. Ja, in principe hebben we dat zo net ook gezien in die animatie. Maar hier zie je dus ook inderdaad dat die uitdrukking daar ook automatisch krijgt dat dus rood verder afstaat dan blauw. En de andere kleuren, hè, bijvoorbeeld geel of groen, ja, die zitten daar tussen. Oftewel, dan zie je dus, hè, als alle kleuren daar zijn, dan krijg je dus dat daar ontstaat een spectrum. Ja, een mooi kleurspectrum. Je krijgt dus dat een tralie kan worden gebruikt om een spectrum te krijgen. En natuurlijk niet alleen aan deze kant, maar ook aan die kant. En wat nu als ik dit verplaats naar deze? Ja, ik pak dus geen lamp, maar ik pak een ster. Ja, en die ster, ja, met een telescoop doe ik een tralie in. Ja, en het licht afkomstig van de ster komt op de tralie. Nou, het gaat natuurlijk weer hoppakee die kant op. En de maxima, hè, kijk eventjes naar rechts. Ja, dat is dus weer een spectrum. Maar het is licht van ster, dus laten we het spectrum even goed bekijken. Dan zie je dus inderdaad dat in het spectrum zitten die absorptielijnen. Ja, oftewel, je kunt met die tralie dus inderdaad het licht van een ster bekijken en je kunt spectraalanalyse doen, zodat je dus uit die absorptielijnen kunt zien van, hé, welke elementen zitten in de atmosfeer rond de ster. Hè, hoe is zo'n ster opgebouwd? Nou, eventjes iets compleet anders, althans, een cd is inderdaad compleet anders, maar zo'n cd heeft alles te maken met een tralie, want zo'n cd is opgebouwd uit allemaal sporen. Ja? En als je nou licht op een cd laat vallen, zo wit licht, dan krijg je dus dat het reflecteert maar alleen op die puntjes. Ja? En dan zie je dus, het reflecteert op puntjes, oftewel
ieder van die sporen is een puntbron, oftewel je krijgt een tralie-idee, ja? Oftewel interferentie, en vandaar dus dat je met zo'n cd kleuren ziet. Ja? Dus die kleuren is omdat het in feite dezelfde werking heeft als een tralie, omdat er interferentie is. En weet je zelfs. Zo, hij is gaaf. Ook kleuren. Mooi, hè? Maar gaaf, natuurlijk. Natuurkunde is altijd gaaf. Bedankt voor het beluisteren en tot een volgende keer.